grootvader van Wi-Fi. Misschien ken je de Engelse uitdrukking, een succes heeft vele vaders. En ik ben dus een van de vaders. Ik zal het uitleggen. Ik heb ook de andere uitdrukking, dat is dat failures, dat zijn weeskinderen. Dus als Wi-Fi een failure geworden was, dan had nooit iemand van mij gehoord. Dus dat is misschien een ander verhaal. Wat we ooit bedacht hebben, dat was in 1988, en dit verhaal gaat over innovatie. In 1988 op de McDonald's aan de, hoe heet dat, City Plaza in Nieuwegein, voor degenen die in die buurt bekend zijn, daar heb ik hier bij elkaar gezeten. En op dat moment werden computers steeds kleiner. En de computers die raakten ook genetwerkt. Netwerken begonnen een beetje op te komen. En toen zeiden wij van, nou, zou het handig zijn om draadloos netwerk te bedenken. Zou die handig zijn om wifi te bedenken? Dat dachten wij toen. Zo is het begonnen. En met een aantal highlights waren in 1991 ons eerste product. Nou, de markt die had er totaal geen behoefte aan, want het was te duur en het zou niet werken. Het zou niet betrouwbaar zijn, het zou niet secure zijn. Kabels zijn toch heel goed, dus wat doe je in vredesnaam met draadloos? Dus eigenlijk was in plaats van dat de hele wereld op ons zat te wachten, was het één grote teleurstelling. Ja. Totdat we in 1999 een telefoontje kregen van een van de luitenanten van Steve Jobs. Die zag er al wat in zitten. En toen werd het geïntegreerd in de Apple iBook. En toen moest ineens iedereen het hebben. En toen wisten we niet waar we het vandaan moesten halen. En in de tussentijd had ik ook een vrouw ontmoet. En die werd toevallig secretary van de Wireless Ethernet Compatibility Association. En dat klinkt niet zo lekker. WECA werd het ook wel genoemd, maar het had ook niet zoveel om de hakken. Dus toen zijn ze aan de slag gegaan in de board van de Wireless Ethernet Compatibility Association. En toen hebben ze gedacht van, nou, wifi, dat dekt wel aardig weg. En vervolgens werd de WECA Alliance omgezet in de Wi-Fi Alliance. En werd wifi het succes wat het vandaag de dag is. En ja, ik ben er dus bij geweest vanaf 1988 op City Plaza in Nieuwegein bij de McDonald's. Totdat je waar je nu ook in de wereld ergens langskomt, dan weten mensen wat ze moeten antwoorden als je vraagt van heeft ook een wifi password ofzo. Het is gewoon bij iedereen bekend, het is gewoon standaard vraag. Ik heb het wel eens met mijn zoon erover, ik heb een zoontje van 12. En die hebben wel eens gevraagd, weet je ook dat er leven bestond voordat wifi er was? En dan kijkt hij me aan en dan is het van, daar kan hij zich niets bij voorstellen. En als je een vriendje langs krijgt, dan kun je je wel voorstellen, wat is de belangrijkste vraag? Dus niet waar is het toilet of waar is de kraan, maar wat is het wifi password? Want zodra het wifi password ontsloten is, kan het leven beginnen. Dus zo lijkt het een beetje. Zo was het dus niet. En in de 15 jaar dat wifi nu bestaat, er zijn op dit moment zo'n 600 miljoen huizen die zijn vastgeknoopt aan het internet. En ik denk dat ieder huis zo'n 10 wifi nodes heeft. Dus er zijn 6 miljard wifi nodes. En het begon echt pas in 1999 echt aan te lopen. Dit verhaal gaat over innovatie. Dit is mijn historie dat ik het mee heb mogen maken. Van product manager tot, zoals het heet, vice president van een divisie binnen Lucent Technologies. En dat werd toen Gear Systems. En toen ging het helemaal. Werd het verkocht aan Infineon. En Infineon Wireless werd het verkocht aan Intel. Maar in de tussentijd was er al iets nieuws begonnen. En dat is Zigbee, zal ik ook iets over zeggen. Maar dat is dan de volgende innovatie. De eerste vraag over innovatie die ik altijd heb, ik zal een paar slides overslaan, want anders dan krijg ik het nooit vol. De eerste vraag die ik altijd heb over innovatie, dat is dat een heleboel mensen hebben het over innovatie als wat is nu het idee? Ja, wanneer is dat nu gebeurd? En ik zal je heel even vertellen,
bij ons in het bedrijf. Ik werk nu voor Green Peak Technologies. Dat is een chipbedrijf. We zitten op het Centraal Station in Utrecht. Dus dat is lekker gemakkelijk. We hebben een man of 70 en die komen van alle delen van Nederland. Dus die op het Centraal Station zitten. Dat is wel gemakkelijk. De eerste vraag over innovatie is altijd van ja, wanneer en wat en hoe gebeurt het? Nou, ik vertel je, we hebben iedere week wel een innovatie. Dus ik zal je even vertellen, innovatie is, voor zover ik er tegenaan kan kijken, dat is niet wat echt spannend is. Wat echt spannend is, dat is om zo'n innovatie omgezet te zien worden in iets wat in de hele wereld gebruikt wordt. Dat is echt, als je dat ziet gebeuren, dan geeft het echt een thrill. Dus, wat zijn een aantal dingen die je nodig hebt voor innovatie? Nou, het eerste wat je echt nodig hebt is ontevredenheid. Als alles goed is, als alles loopt zoals het moet lopen, ja, dan is er geen innovatie. De Engelsen hebben er een uitdrukking voor, necessity is the mother of all inventions. Ja, als er geen necessity is, dan gebeurt er verder niks. Bij innovatie wordt ook een forse dosis eigenwijsheid. Ik zei je vertellen, zoveel mensen hebben mij verteld dat wifi absoluut niet nodig was. Dat wil je niet weten. Ja, dus als je een idee hebt, ja, en je bent niet eigenwijs, nou laat dan maar zitten. Ja, want je moet echt, ik zou bijna zeggen, rete eigenwijs zijn. Want anders dan kom je met je innovatie, kom je nooit niet ergens. Je moet daar echt een stukje visie voor hebben en een stukje doorzettingsvermogen. Want anders dan wil het niet. Het leuke is, om het ook te noemen, niet alleen wifi is in Nederland uitgevonden, maar ook al Bluetooth. Een beetje hetzelfde laken en pak, alleen het beroerde van Bluetooth is dat toen dat geannonceerd werd in 1999, dat iedereen zei van nu heb je geen wifi meer nodig. Dat is wel een heel apart verhaal. Ja. Dus heb je Nederland wifi uitgevonden, heel hard proberen dat in de markt te zetten. En dan komt er iemand anders met Bluetooth uit en die zegt van, nou je hebt helemaal geen wifi nodig, we kunnen alles met Bluetooth doen. Ja. Nu klinkt dat misschien heel vreemd, want nu weten we waar we wifi voor kunnen gebruiken en waar we Bluetooth voor kunnen gebruiken. Maar er lopen altijd haaien rond die denken dat met het een het ander ook kan. Zonder nog iets meer over. Ja, dus van idee naar succes. Ik heb het al, ik zit een beetje met drift hier, mijn lampen kan ik niet aan. Of ik sta niet aan zelfs. Van idee naar succes, ja, dat is eigenlijk wat ik eerlijk gezegd innovatie zou noemen. Ja, dus ik krijg wel eens een vraag van een journalist, ja, wanneer is nu wat gebeurd? Ja, maar dat is niet het verhaal. Het verhaal is, hoe krijg je dat idee nou naar wereldwijd uitgebreid? En daar wil ik eigenlijk iets over vertellen. Maar het eerste wat ik zal vertellen, dat is in januari, er is een hele grote trade show in de Verenigde Staten, die heet CES, Consumer Electronics Show, in Las Vegas. Ik weet niet of je daar al eens op de televisie iets van gezien hebt. Hele horde mensen die van de hotels naar de trade show lopen en teruglopen. En het verkeer wordt geregeld door echt van die Amerikaanse politieagenten. Ja, daar zoek je liever geen ruzie mee, want als die tegen je aan begint te duwen, ben je weg. Maar die stond verkeer te regelen en ondertussen had hij een praatje met een aantal mensen, inclusief met mijzelf. Terwijl ik voor het stekker stond te wachten, want wat die man deed, dat was me zorgen dat iemand door het rode stoplicht overstak bij het zenuwpad. Ja, dus had een praatje met hem. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Nederland, Amsterdam. En ja, dat gaat gelijk over roken en hashies en dat soort dingen. Maar goed, dat overleef je dan wel. En dan springt het licht op groen, dan wil je oversteken. En weet je wat hij tegen je zegt? Die agent van, thanks for visiting our city. Hope to see you again soon. En echt even over nadenken. Ja? En hoe je nou zo'n Nederlandse agent, ja, stond daar in zijn pet, ja, moet je er eens even naast staan. Deze agent
was gewoon een ordinaire verkoper van zijn stad. Ja, en het meest beroerde wat ik altijd tegenkom in Nederland innovatieland is: ik ben een engineer, ja, mij moet je verder niks vragen. Ja. Innovatie, dat begint eigenlijk bij het begrijpen van wat je bedacht hebt, ja, hoe dat echt gebruikt kan worden door, ja, gewoon iedereen. Ja, iedereen moet gewoon in je bedrijf een verkoper zijn. Voor je bedrijf, voor je idee, voor je technologie, voor alles wat je doet. Ja, dat is ook een van de criteria nu bij Greenpeak. Ja? Je moet van je werk houden en erover kunnen vertellen en dat kunnen verkopen. Net zoals die agent in Las Vegas bij het zebrapad. Die kon zijn eigen stad verkopen. En even terugkomend op necessity is the mother of all inventions. Ja, die man die weet natuurlijk ook, als er niemand meer terugkomt in Las Vegas, dan wordt die stad zo dood als een dier en dan is hij zijn naam kwijt. Ja? Nou, een van de grote problemen in Nederland, dat is dat we hebben ontzettend goede opleidingen, we hebben ontzettend goede infrastructuur. Ja, maar als je werkloos wordt in Nederland, dan is er een gigantisch vangnet. Ja, dus de necessity om te innoveren, om innovatief te zijn, is een van de grote makken in Nederland. Ja, want ja, als je geen baan kunt vinden, ja, je kunt doen wat je leuk vindt. En de druk is vele malen kleiner dan dat je bijvoorbeeld de Hollandse Verenigde Staten neemt. Ja, dus dat was al een van de dingen die ik daaruit naar voren haalde. Ja? Dus innovatie is niet het licht wat aangaat, maar het is iets anders. Het is dat licht, ja, eigenlijk kunnen vertalen in iets waar een heleboel mensen iets aan hebben. Ja? De noodzaak is de moeder van het innoveren. Ja? Ik kom zo vaak mensen tegen die iets vinden en iets leuk vinden. Maar dat is eigenlijk de eerste stap. De echte stap is de weg naar de klant. En de klant is koning. Ik stond laatst bij de visboer, ja? En daar stond een spreuk aan de muur. Ja? Zoiets in de trant van: als u hier lang moet wachten, dat betekent dat we goed product hebben. De arrogantie ten top. Ja? Als je in Amerika lang moet wachten, dan is iedereen doodsbenauwd dat je wegloopt, ja, en naar de concurrent toe gaat die snelle service verleent. Ja? De klant is koning betekent echt dat je dus ook met je gedachten bij de klant zit. Albert Heijn heeft het inmiddels door. Ja? Vroeger waren er bij Albert Heijn 3 of 4 kassa's een hele lange rij. Ja? En nu zijn het bij Albert Heijn 10 kassa's. En zodra er lange rijen ontstaan, dan hoor je wel opgeroepen worden, kan die en die even bij de kassa komen helpen. Ja, de klant is koning. Ja, je wil dus eigenlijk voorkomen dat de klant zich op enige manier bedenkt. En dat kwam er ook bij de agent, bij het zebrapad kwam eruit. En dat moet er eigenlijk bij iedere persoon in je bedrijf moet het eruit naar voren komen. En ik zou je vertellen, dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Want vooral in Nederland zijn we ontzettend goed in staat om, arrogant te wezen. En te zeggen van: de klant is er voor mij, in plaats van dat ik er ben voor de klant. Dat ligt zo ontzettend voor de hand. Maar de realiteit is gewoon andersom. Dus als je iets wilt doen met je innovatie, ja, dus je toch echt bij de klant moet beginnen en begrijpen wat jouw ding voor de klant kan doen en voor de klant kan betekenen. Ja, dus dat is een van de dingen die ik ook gewoon echt heb moeten leren. Volgende waar ik heb moeten leren. Dat, in Nederland is geld verdienen is eigenlijk zo. Ja? Het mag wel, maar zodra iemand iets meer verdient dan iemand anders, ja, dan staan er grote kop in de telegraaf. Ja, er is geen Obama-norm, maar er is wel een Balkenende-norm. Ja, want geld verdienen, daar worden we heel erg kriegelig. Ik wil niet voorbij stappen aan dat er heleboel misstanden zijn. Maar een van de dingen die ik moest leren, ja, dat is dat geld eigenlijk een soort vertaalmiddel is. Of ik iets doe wat iemand anders relevant vindt, belangrijk vindt, waar iemand anders iets voor wil betalen. Als ik iets doe waar ik heel erg enthousiast voor ben, maar niemand wil er iets voor betalen. Ja, dat klopt er misschien niet. En dat is eigenlijk waarom
geld niet stinkt, maar een heel goed communicatiemiddel is. Op wat je bedacht hebt, op wat je wilt, op wat je gaat doen. Of dat inderdaad echt iets is wat de moeite waard is. Ik zal je al een voorbeeld geven. Mijn vrouw is inmiddels al uit de wifi-wereld weggestapt. Die is een softwarebedrijf begonnen. Die ontwikkelt applicaties. En de eerste applicatie was klaar. En ze deed een pilot. Binnen een kost mogelijk hier 50 pond. Die konden allemaal die applicaties voor niks krijgen. Leuk, het goed gebruikt, enthousiast. Er kwamen nogal wat dingen uit. Dus het product verfijnd, vervolmaakt. En now we go live. Ja, dan moet je er ook wel echt wat geld voor willen betalen. En wat geld voor maken. De prijs voor bepaald. Niemand kocht het. Wel pijnlijk. Ja, dus een innovatie kan nog zo mooi zijn, maar geld stinkt niet. Maar geld vertelt iets over wat je uitgevonden hebt, of wat je ontwikkeld hebt, of dat echt relevant is. Het is allemaal goed gekomen overigens. Een aantal dingen veranderd, een aantal dingen bijgewerkt, ook aan een marketcommunicatieprogramma gewerkt, et cetera. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar je staat echt wel even te kijken. Ja? Want, als je het weggeeft, dan zegt hij: ja, doe maar, dat is allemaal leuk. Ja, allemaal positieve feedback, enquêtes gedaan en dingen van geleerd. Maar echt verkopen, en dan komt het dan toch weer op neer, dat is eigenlijk iets wat heel erg speelt. Innovatie, dat zit toch eigenlijk op een bepaalde manier tegenaan moeten kijken. Echt ook vanuit de markt. En het eerste wat ik erover wil vertellen, dat is als je in een bedrijf werkt, dan kun je met innoveren eigenlijk altijd twee kanten, of heel vaak, twee kanten uit. Ja, of je hebt een bestaand product wat je opnieuw gaat aanpassen voor een nieuwe markt, of je hebt in een bepaalde markt waarin je bezig bent een idee wat je toe kunt voegen aan je bestaande productportfolio. En in beide gevallen, of je nou dus een nieuw product aan bestaande klanten verkoopt of een bestaand product aan nieuwe klanten verkoopt, in beide gevallen heb je vaak een goede vaste basis. Waarom is het zo ontzettend moeilijk om een nieuw bedrijf te beginnen? Je hebt geen product en je hebt ook geen klanten. Dus eigenlijk moet je het allebei doen. En weet je wat klanten zeggen? Van, laat eerst een product maar zien. Maar ja, als je ook een product moet maken, dan heb je toch eigenlijk ook wel geld nodig. En als het iets moeilijk is in Nederland, ik zal het gewoon eerlijk zeggen, in Nederland hebben we alles, behalve investeringskapitaal. Dat is een van de moeilijkste dingen hier in Nederland. Ik heb laatst een statistiek gelezen, in Israël alleen zijn er evenveel start-ups als in heel Europa. Ja, soms wordt Israël bij Europa geteld, dus daarom kan ik het zo formuleren. Dus in Israël alleen. Evenveel start-ups als in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Scandinavië, Spanje, Italië, België. En de reden is dat de hele mentaliteit, even los van het willen verkopen, de beschikbaarheid van geld en durfkapitaal, ja, is veel en veel groter. Dus als je een eigen bedrijf wil beginnen, ja, je hebt je innovatie, je hebt doorzettingsvermogen, je hebt geen keus, je moet. Zal echt het volgende probleem zijn om aan geld te komen. Dus daar heb ik ook iets over te zeggen. Ik kan wel zeggen, een nieuw bedrijf, een eigen bedrijf beginnen, is gewoon vreselijk. Ja, je moet wel durven. Je moet ook een idee hebben. Je moet een gevoel hebben voor de markt, een gevoel hebben voor technologie en een product wat je wil afzetten. En technologie kan heel ruim zijn. Technologie kan... Oh, ik zal het idee geven van het bedrijf wat mijn vrouw ervan is. Zij heeft het werk van diëtistes in een e-learning pakket omgezet. En ze verkoopt dus diëtisten services over internet. Ja, dus het is al niet zo, het dak vliegt er niet af. Ja, dat kan iedereen bedenken. Ja? Maar om het om te zetten in een echt bedrijf, ja, wat ze in haar geval had ze om het te ontwikkelen, dat idee, en de software erachter te zetten en de applicaties, hebben ongeveer 500.000 nodig. Ja, dus dat moet toch ook weer
Voor Greenpeak, bedrijf wat ik dus nu heb, ik kan er wel open over zijn, het is allemaal vertrouwd hier. We hebben bij elkaar $40 miljoen binnengehaakt. Ja, het begint met 1 miljoen. Ja, dus van half miljoen naar 1 miljoen is niet zo groot. Ja, vrienden, kennissen, familie. Ja, dus het Greenpeak moet trouwens ook een succes worden. Want anders hebben we geen vrienden en familie meer. Ja, dus dat is eerst 1 miljoen. En daarna, met heel veel moeite, kun je investeerders vinden. En die leggen dan eerst 3 miljoen op tafel, en dan 6 miljoen. En dan kun je nog nieuwe investeerders op tafel leggen, 10 miljoen. Kun je ook langzaam omzetten draaien, en dan moet je groeien, en dan leggen ze nog een keer 10 miljoen op tafel. Dus op een gegeven moment gaat het vanzelf, hoor. Dat is wat erbij zegt. Ja, het eerste is vaak het moeilijkst, om het eerste geld binnen te krijgen. En ja, er zijn ook weer een aantal dingen voor nodig. En het eerste wat er voor nodig is, is een goed businessplan. Ik geloof niet in ondernemers die zeggen van, hé, ik ga hiermee aan de slag en het gaat vanzelf wel. Mijn ervaring is, oké, het zal misschien best wel eens bij deze of ene keer gelukt zijn, maar je zult echt een beetje een plan moeten hebben. Niet eens zozeer dat executie precies volgens plan verloopt, want zelfs dat is niet eens zo heel belangrijk. Maar je moet een beetje weten waar je op vaart, zodat als je afwijkt, dat je ook weet waar je van afwijkt. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er wel een plan is om uit te voeren. Maar ik zal je vertellen, de meeste plannen klopt geen fluit van. Maar heel veel mensen zijn wel in staat, als ze afwijken van een plan, om te praten over waar komen de afwijkingen vandaan, waarom zijn de afwijkingen en wat had er anders moeten gebeuren. Je moet dus ook echt weten waarom jouw product het verschil maakt voor een klant. Een heleboel investeerders die zullen je vertellen, vitamine zijn er niet echt in geïnteresseerd. Ja, vitamine die maken misschien dat je er iets fleuriger uitziet, maar daar steken we meestal geen geld in. Waar we echt wel geld in willen steken van een investeerdersperspectief zijn in medicijnen. Het zijn dingen die echt het verschil maken voor een klant. Ja, dus bedenk dat ook even in het kader van wat je wilt. Ja, hoe ga je dingen zo doen dat je echt het verschil maakt voor een klant? Dat is eigenlijk de sleutel van. De tweede echte sleutel is vaak kun je het niet alleen. En zul je echt een team moeten kunnen opbouwen. Ja, en de meeste ondernemers, dat zijn control freaks, dictatortjes, mensen die het beter weten. Want laat wel zijn, je moet ook eigenwijs zijn. Ja, dus eigenlijk moet je een beetje de balans vinden tussen aan de ene kant heel eigenwijs kunnen zijn en aan de andere kant toch mensen en met mensen een team kunnen opbouwen. Dat is best wel lastig. Ik heb het ook moeten leren. Ook zo'n betertje. Met mensen samenwerken, dan is soms ook gewoon handen kunnen geven. Ja? Je moet je realiseren dat er zijn meerdere wegen naar Rome. Dus als je het uit handen kunt geven, dan kan iemand anders, die doet het dan misschien wel op een andere manier. Maar het zou misschien wel eens net zo goed kunnen zijn. Sorry. De rechter kan ook iemand anders Het risico is dat iemand gewoon. Dus het is een hele balans. Het is een balans tussen iets uit handen geven, maar het toch niet laten schieten zodat het niet verkloot wordt. Dat is eigenlijk de grote uitdaging tussen die twee. Dus team opbouwen is heel belangrijk. Financiering, heb ik net genoemd. Een van de sleutels van financiering, en dat zal iedere investeerder je vertellen, dat is skin in the game. En een skin in the game betekent eigenlijk dat als je een eigen bedrijf wil beginnen, ik kan me herinneren, iemand die van mij en die zei van nou dan haal ik $10 miljoen op en dan krijgen investeerders die krijgen dan 10% van mijn bedrijf. Ja, want ik wil zelf het grootste deel van mijn bedrijf in handen houden. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je even snel gerekend, als je $10 miljoen op wil halen en je wil dat maar voor 10% van je bedrijf ter beschikking stellen. Dat betekent dat je bedrijf zomaar even waardeert op $100 miljoen. Nou, ik zal je vertellen, zo werkt het niet. Ja? Als je 10 miljoen wil halen, dan kost je waarschijnlijk 90% van je bedrijf. Ja?
leven is hard. Ja. Maar je hebt toch wel in ieder geval het geld binnen waarmee je mee aan de slag kunt. Waar je organisatie een team op kunt bouwen. Ja, dus wat ik dus ook geleerd heb, ja, dat is. Je moet niet bang zijn om gewoon met investeerders samen te werken. Want investeerders hebben jou altijd nodig. Als jij wegloopt, valt het bedrijf. Omgekeerd, de investeerders willen ook liever niet dat je wegloopt. Ja? En als jij zomaar weg kunt lopen en op een maandagochtend denkt van nou, ik heb er echt geen zin meer in. Ja, ik ga even solliciteren aan de slag. Ja, dan zijn investeerders in één geval in feite al hun geld kwijt. Dus waar investeerders altijd heel erg beducht voor zijn, is dat jij ook skin in the game hebt. Ja, dat jij niet zomaar bij een bedrijf wegloopt. Ja, dus dat moet je ook willen en durven. Ja? Dat betekent hypotheek op je huis. Ja, dat betekent dat je gewoon een aantal dingen gewoon moet committeren. Ja, ter voorkoming dat je wegloopt. Investeerders kan best wel lastig wezen. Ja? Maar ik zal je even vertellen. In Greenpeak hebben we eigenlijk zou ik zeggen 3 grote investeerders. En echt fantastisch om mee te werken. Dus goede investeerders, bestaan ze? Absoluut. En ik moet eerlijk zeggen, ga naar onze website en dan zie je iets van de achtergrond ook van die investeerders. Er zijn echt investeerders we hebben 1 investeerder uit België, 1 uit Engeland en 1 uit Duitsland. In Nederland zijn ze heel moeilijk te vinden, maar in Europa zijn ze zeker te vinden. Alleen moet je er wel wat werk voor doen, want ze komen niet naar jou toe. Ja, dus het is wel echt sleuren. En dat is ook iets wat erbij hoort van een bedrijf van de fonds. Daarnaast, ik moet ook wat zeggen over netwerk en netwerken. Ik moet zeggen, netwerken is heel belangrijk. Maar aan de andere kant moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Je kunt fulltime tijd besteden aan netwerken. Dat schiet je bedrijf natuurlijk ook niet echt op. Ja, dus een balans vinden tussen wat je daar wel en wat je daar niet moet doen, dat is wel heel erg sleutel, heel erg belangrijk. Niet onderschatten, maar zoals ik al zei, wel overschatten. Een ander ding als je wil innoveren en een eigen bedrijf beginnen. Ik zal het eerlijk vertellen, ja, ik denk dat je gewoon heel veel geluk nodig hebt. Ja, geluk kun je afdwingen. We hebben gisteravond gezien, hè? Nederlands elftal tegen Mexico, ja. Laatste 10 minuten. Kijk, om het precies aan te geven, ik ben een groot bewonderaar van Gaal, want die heeft volgens mij gewoon een aantal plannen klaar liggen. En wat er ook gebeurt, hij slaat gewoon dat plan op. Ja, dus detail en voorbereiding en doordenken, wat zijn allemaal de mogelijkheden en wat ga ik doen in het geval dat. Het herinnert mij ook altijd aan, ik ben volleyballer. En misschien kun je herinneren, 1988 werd het Nederlands Olympisch kampioen volleybal. 75 in tegen Italië, laatste set gewonnen met volgens mij met 25-23. En de trainer die zegt van alle teams die komen volleyballen op de Olympische Spelen, die kennen het spelletje, die weten hoe het moet. Maar het verschil zitten in de details. En geluk kun je afdwingen. Ja, dus als je denkt, als je slonst door het leven, laat ik zo zeggen, dan heb je heel veel geluk nodig. Als je iets minder slonst door het leven, maar echt aandacht hebt voor details, ja, dan kun je al meer geluk afdwingen. En dat is ook een beetje waarom voorbereiding, keihard werken, ja, niets aan het toeval willen overlaten, terwijl je toch aan het toeval moet overlaten. Ja? Want ik zal je even vertellen dat wifi een succes geworden is. Ik weet het niet, we hebben heel hard aan getrokken, maar had het iets anders kunnen wezen? Ik denk het eigenlijk wel. Als je er goed over nadenkt, denk ik dat er best wel andere oplossingen zijn voor draadloos netwerk. En dat helemaal niet IEEE 8.2.11 hoeven worden. Ja, dus in die zin, het afdwingen van succes, dat kun je tot een bepaald niveau. We hebben gewoon echt heel hard aan te sleuren. Maar uiteindelijk
zal gewoon eerlijk wezen. Je hebt wel een klein beetje geluk nodig. Want je hebt het niet in de hand. Je kunt het niet controleren. Oké, de stap maken. Als je een bedrijf wil beginnen, ja, aanlopen, duiken, zwemmen. Ja, dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Je kunt niet alles van tevoren plannen, je kunt niet alles van tevoren weten. Ze hebben me wel eens gevraagd, van, als je van tevoren geweten had hoeveel bloed, zweet en tranen het gekost heeft voordat wifi een succes werd, had je het dan al gedaan? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Je kunt nooit teruggaan, maar ik zal je vertellen als je alles van tevoren weet. Toen ben ik dus met Greenpeace begonnen. En dat is in 2005, dus nu zijn we 9 jaar bezig. We verkopen inmiddels ruwweg 1 miljoen chips per week. Dus het is echt wel wat geworden. Maar de eerste miljoen was in 2010. Dus je bent echt 5 jaar bezig. Dat je weet wat er moet gebeuren en wat er moet komen. Maar er gebeurt verder nog helemaal niks. Als je opnieuw naar mij vraagt van, als je het geweten had in 2005, was je ooit met Greenpeace begonnen? Ja, dat weet ik niet, je kunt het toch niet terugdraaien, dus je hoeft die vraag niet te beantwoorden. Maar ik kan je wel vertellen, het is heel, heel rewarding. Het is ontzettend leuk. Het is ontzettend leuk als je iedereen Wi-Fi ziet gebruiken. Ja? Want het is toch een keer iets wat je samen met een paar andere mensen bij de McDonald's uitbedacht hebt. En waar mensen zeggen van, jeetje, ik kan me eens voorstellen hoe het leven was zonder leven. Dus aanlopen, duiken en zwemmen. Alles willen aanpakken, want dat is een ander ding. Hè? Jouw idee van hoe het gaat werken in de markt. We zijn nu met low power wifi bezig, heet ook wel Zigbee. En het idee is om, nu zijn alle computers in het huis gewonnen, maar het idee is om de thermostaat, de deurslot, de sensoren, de lichten, ook alles draadloos aan de router of aan de gateway te verbinden. Dus ons idee is dat we straks in ieder huis naast 10 wifi chips ook 100 apparaten met Zigbee hebben. Dus de markt waar we nu mee bezig zijn is nog vele malen groter. Maar ik zal eerlijk zeggen, toen we begonnen dachten we van nou, we maken de smart home en daar zit iedereen op te wachten. Nou ja, niet dus. We hadden de eerste chip klaar en waar gaan we die verkopen? Ik zal eerlijk zeggen, we verkopen nu de meeste chips in remote controls voor televisies en set-topboxen en gateways en routers. Ja, dus we komen van wifi, we dachten we gaan low-power wifi doen en we zijn expert op het gebied van remote controls en om remote controls aan het internet te halen. Nou, de markt loopt inmiddels heel snel en we zijn ook bezig om bewegingssensoren aan het internet te hangen, om thermostaten. Maar we moesten wel beginnen met remote controls, want daar zat iedereen op te wachten. Infrarood, dat kwam uit de vorige eeuw. De televisies waren mooi glad en dun geworden, die hing aan de muur. En dan had je dat lullige set-topboxje wat eronder stond. En alle huismoeders die wilden daar vanaf. En dat was eigenlijk de grote doorbraak voor ons, voor de voorziening. En daarvoor kopen we nu verreweg de meeste chips aan. Maar goed, als je de remote control aan de setbox hangt, dan kun je natuurlijk ook de lichtschakelaar en het licht en de thermostaat en de deursloot, die kun je ook aan Zigbee hangen. Ja, dus, en dat is ook iets wat ik geleerd heb met innoveren. Ja, het is niet zozeer wat jij denkt dat het gaat worden. Ja, wat je bedenkt, dat is een soort van de toekomst, dat is bijna de overkant van de oceaan. De vraag is alleen, hoe kom je daar en wat zijn de tussenstations om dat te bereiken? En mijn ervaring is dat de tussenstations, die vragen van jou als ondernemer of als innovator, een heleboel flexibiliteit. Want die tussenstations die staan net op andere plaatsen als wat jij gedacht had. En jij moet flexibel zijn. Maar niet alleen jij, ook jouw investeerders en de mensen die jou ondersteunen, die moeten flexibel zijn om die tussenstations mee uit te zoeken. En het is net als de overkant van de rivier bereiken, dus die stenen en die rotsen vinden waar je naartoe kunt springen om aan de overkant te komen. Dus waar we vandaan komen is high data rate wifi
om computers aan het internet te knopen. En we waren op een gegeven moment bezig met infrarood remote controls. Om te zorgen hoe je zowel infrarood als een radio gebaseerde remote control, hoe je dat in één doosje kon. Ja, dus je moet wel alles willen aanpakken, want de wereld wordt niet gemaakt zoals jij het graag wil. Maar aan de andere kant is het wel een uitdaging, want als jij het oplost, ja, dan kun je dus iets doen wat echt net weer het verschil maakt. En eerlijk gezegd, dat maakt het ook leuk en spannend. Ja, want als je wil innoveren, als je het verschil wil maken, ja, dan is het toch een probleem oplossen dat iemand anders naar je toe gaat. Ja? Zelf iets bedenken en dat de markt induwen. Ik heb net al aangegeven dat valt zwaar tegen. Ja, je zult echt moeten luisteren naar datgene wat de markt wil. En ja, dan moet je ook horen hebben. Als je dat probleem oplost, dan kun je er echt verder mee komen. Eerlijk gezegd moet ik er ook bij zeggen, innoveren moet. Als ik kijk naar Nederland, ja, dan hadden we een aantal grote bedrijven. Ja, zoals Philips, Shell en Unilever. En daar zat tussen een heel groot gat. Eigenlijk deze hele activiteit is gewoon razend hoor. Want we beginnen eigenlijk van de grond af aan weer op te bouwen. Ja, de nieuwe grotere bedrijven, die ook een heleboel van onze mensen aan het werk kunnen zetten. En gewoon ook leuke banen en leuke problemen kunnen oplossen. Dus naast dat het leuk is, moet het ook gewoon, want wil je een samenleving en een land levend houden, ja, dan moet gewoon iedereen mee innoveren. En onderdeel van innoveren, ja, het is wat ik net noemde, die agent bij het zebrapad. Ja, willen verkopen wat je hebt, want dat is eigenlijk de sleutel. Een van de grootste roadblocks bij innoveren, ja, dat is mensen die het allemaal wel gezien hebben. Toen wij met Wi-Fi kwamen, ik kan me herinneren, mijn baas, mijn Lucent, ik kan me nog letterlijk herinneren, die zei van, weet je, mensen hebben geld en mensen hebben er helemaal geen probleem mee om geld uit te geven aan kabels. Ja, dus waarom heb je Wi-Fi nodig? Het heette toen nog geen Wi-Fi, het heette draadloos. Ja. Kun je je voorstellen, ja, stropdas, grote sigaren. Ja, dikke auto, ja, en hij probeerde me echt te overtuigen dat wifi was niet nodig. Ja, dat heb ik gewoon niet nodig, ja. Je kunt het op de kabel en dan is het toch dat? Ja, dus als je een idee hebt en je wil daar iets van maken, je zullen heel veel mensen tegenkomen die zeggen van, nou weet je, het is niet echt nodig. Ja, vooral, pas op. Ik ben zelf bijna ook Inno's grootvader en bijna 60. Dus ik durf te zeggen, ja, van pas op voor oude mensen die het allemaal een keer gezien hebben. Ja, dat zijn niet de mensen die het verder helpen. Ja, de mensen die het verder helpen, dat zijn de mensen die zeggen van, hey, leuk, maar heb je hier aan gedacht? Of wat gebeurt hier? En wat als je het zus of zo doet? Ja, dat geeft de energie om dingen verder te helpen. Want je kunt het verkeerd hebben. Ja, dus goed luisteren is best wel belangrijk, maar je moet ook de visie hebben om door te drukken en niet te luisteren naar de mensen die het allemaal een keer gezien hebben. Ja, dus de gevestigde orde, ja, pas daarvoor op. Ja, dat is echt is de dood in de pot. Doorzettingsvermogen, ja, het zal enige tijd duren. Ja, dus probeer die tussenstations te vinden, ja, waarop je kunt overleven. En als je daar overleeft, dan geeft het ook je basis om daar verder op door te bouwen. Spreuk. Ik heb nog een tijdje moeten zeggen, want als we afronden, zijn het... Oh ja, ik zal afronden. Ja, doe ik. Ik ben er bijna door. Ja, dus spreuk van Woody Allen. Hoe ging je ook weer? 90% of business is sticking around. Ja, als je zorgt dat je je toko hebt staan op een plaats waar de mensen het zien, en je staat er na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, heel veel mensen vinden die producten wel leuk, maar die kopen dat niet tegelijk of hebben dat niet tegelijk nodig. Maar 1 jaar later of 2 jaar later, dan denken ze, oh ja, dat had ik daar ook gezien. Ja? En dan komen ze alsnog terug. Ik heb het zo vaak met klanten die in eerste instantie gewoon nee zeggen,
en dan een jaar of twee of drie jaar gewoon terugkomen. Ja, dus de clue is sticking around. Geloven in je product en stick around. Want als je stickt around, ja, dan komen je klanten. Met je goed producten natuurlijk, die komen vanzelf terug. Dus dat is de clue daar. En dan om af te sluiten. Iedereen kent de stereotype regel van de alcohol anonymous. Bij een start-up hoort de moed om aan te pakken wat je kunt veranderen. Maar ook om te begrijpen van wat je moet accepteren, waar je niet aan moet zitten. Ja, en ook begrijpen van wat je kunt veranderen en daar helemaal op inzetten. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik hier had. En dit is wat ik kan beloven. Als je een start-up begint, heel veel voldoening. Dat heb ik ook gedaan. Nou, dit is een soort uitsmijter, zou ik zeggen, vrienden. Als de vragen zijn, dan schiet me aan. Ik ben nog wel even in de buurt. En voor de rest hoop ik dat ik iets gezegd heb bij je het vrienden. Alsjeblieft.